Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van Guido Vogts Book Reports. Vandaag wil ik het hebben over Hamin Soo-min, een Koreaanse monnik waar ik ben geweest op zijn seminar. En daar heeft hij een mooi verhaal verteld en ik heb dit boekje meegekregen. En dat heet Houden van dingen die niet perfect zijn. Compassie voor jezelf en compassie voor anderen. En dat leek mij nou een mooi onderwerp om het over te hebben met jullie. Compassievol leven, dus naar jezelf toe, maar ook naar anderen toe. En in dat seminar heb ik niet heel veel inhoudelijke dingen van hem opgestoken, want hij ging heel veel vragen beantwoorden die vanuit het publiek gesteld werden, maar niet heel erg relevant waren. Maar ik heb wel met grote interesse heb ik zijn werk gelezen. Zijn boekje ook gelezen, wat nog wel een aardig commerciële titel is. Houden van de dingen die niet perfect zijn, maar alles wijst erop dat wij eigenlijk als mensen te kritisch zijn naar onszelf. En dat hebben we ook meegekregen door onze opvoeding, door onze ouders, onze schoolsystemen, onze universiteiten. Wij moeten altijd maar presteren. Wij moeten altijd maar voldoen aan de wensen van anderen. En dat zorgt eigenlijk voor die ongeluk in onze huidige maatschappij. We zijn dus niet meer gelukkig omdat we te perfectionistisch zijn naar onszelf. En uiteraard uiten we dat ook naar andere mensen. En dat veroorzaakt kritiek op de samenleving, op andere mensen, op gedragingen. En dat veroorzaakt judgmental patterns, judgmental psychologic patterns, psychologische complexen bij mensen. En dat zorgt voor ongeluk bij onszelf. Hij heeft ontzettend veel gesprekken gevoerd. Dat is de kracht van deze Koreaanse leider, van deze spirituele leider, is dat hij in zijn begintijd in het monnikenklooster. Hij dacht, nou, dan ga ik mediteren en dan ga ik mijn tuintje een beetje schoffelen en een beetje eten koken. Maar hij heeft daar stelselmatig elke dag heel veel gesprekken gevoerd met mensen die hulpbehoevend waren in het leven. Dus daar heeft hij de informatie uitgehaald en de wijze levenslessen heeft hij opgeschreven in dit prachtige boekje. Van rond 250 pagina's. Dus nog wel een aardig werk heeft hij ervan gemaakt. En hij heeft ook allemaal fantastische mooie spreuken erin staan. En die zal ik ook één voor één met jullie bespreken. Niet allemaal, maar ik heb nu natuurlijk de beste spreuken heb ik hier uitgehaald. En er staan ontzettend veel wijze dingen in die je weer kan gebruiken voor het leven. Allereerst hoofdstuk 1, en dat valt ontzettend op. We hebben het altijd over compassie en liefdevol en heel veel buitenstaanders denken, je moet altijd maar lief en aardig zijn, maar dat is het juist niet. Want zijn eerste hoofdstuk is, wees niet te lief voor anderen. En dat is heel erg opmerkelijk natuurlijk als je het boek de voorpagina leest, compassie voor jezelf en voor anderen. Maar daar begint hij mee. Wij zijn heel vaak als overcompensatie, als overcompenserend psychologisch verschijnsel, zijn wij juist te lief voor anderen. Wij zijn eigenlijk ongelukkig met onszelf. Wij zijn intrinsiek onzeker. En dat zorgt ervoor dat wij telkens anderen maar gaan helpen en slachtoffercomplexen gaan aanpraten bij andere mensen. En andere mensen als slachtoffers gaan beschouwen. En dat is natuurlijk een slecht verschijnsel, wat betekent dat je eigenlijk vanuit een leeg gat, vanuit een zwart gat in jezelf, dat probeert te dichten, geprojecteerd op andere mensen. Ik denk dat ik het zo juist formuleer. Dus we gaan onszelf, we zijn niet vol, we zijn niet heel, maar we zijn een leeg gat en we proberen niet onszelf lief te hebben, onszelf te repareren. Aandacht te geven aan onszelf, waardoor we beter kunnen geven aan andere mensen. Maar wij proberen stelselmatig andere mensen te fixen, zonder dat we nou eens even kijken eerst naar onszelf. En dus wees niet te lief voor anderen. Hij kwam in zijn praktijk
Als monnik kwam hij ontzettend veel mensen met depressieklachten tegen en paniekaanvallen. En dat waren eigenlijk allemaal de people pleasers. De mensen die zich wegcijferden en altijd maar die mensen die in een kantoor werkzaam zijn, die altijd maar al het werk op zich nemen en nooit eens een keer nee durven te zeggen. Nooit maar eens een grens durven te geven van stop, hier niet verder. Ik heb nu genoeg werk. Ik kan niet meer werk hebben. Dus dat is een psychologisch verschijnsel wat vaak voorkomt bij depressie. People pleasers gedrag. Dus het gebrek aan het stellen van grenzen bij jezelf. Dus dat zijn mensen die zich helemaal wegcijferen. Dus let erop bij jezelf. Ben jij een people pleaser? Probeer jij goed te doen bij andere mensen? En compenseer daardoor je eigen gebrek, je eigen onzekerheid, je eigen ongeluk. Probeer dat bij jezelf te beseffen of dat bij jou aan de hand is. En hij zegt ook, wees eerst lief voor jezelf en dan pas voor anderen. En hij noemt ook nog een keer het oudercomplex, het moeder-dochter-complex verhaal en het vader-zoon-complex verhaal. En vaak legt de moeder druk op de dochter en de vader druk op de zoon om te voldoen aan zijn of haar standaarden. En dat is in de opvoeding, is ons dat vaak ongemerkt of onbewust is dat ons toegeworpen gekregen. Dat de vader had bijvoorbeeld een goede baan en was succesvol. Of de moeder was een mooie vrouw, slank en hoge hakjes en mooie jurkjes. En de dochter moest eraan voldoen. En de zoon moest eraan voldoen, aan het beeld naar de buitenwereld. En omdat wij dat hebben geprojecteerd gekregen, vroegtijdig in ons kinderjaren, proberen wij ook goed te doen naar de verwachtingen van onze ouders. En zeker in die opvoeding heeft dat er ook nog eens voor gezorgd dat dat zwarte gat wat bij jou is ontstaan, of door onzekerheid of schuldgevoelens, dat doorwerkt in jouw leven. Dus omdat jij lief probeert te doen of deed voor je ouders, altijd maar aan die verwachtingen voldoen, altijd maar die brave studie kiezen, altijd maar het conformisme opzoeken, altijd maar, oké, je bent de zoon van die en die, dus jij gaat ook dat pad volgen wat je vader voor werk heeft, je vader is timmerman, jij moet het ook worden. Ik noem maar even het op een versimpelde manier. Maar juist dat principe heeft verbonden veroorzaakt en zorgt ervoor dat we ook naar bazen en leidinggevenden te lief worden en niet onze grenzen kunnen aangeven. En juist grenzen aangeven zorgt ervoor dat je inderdaad serieus wordt genomen door andere mensen, maar ook dat je niet in een burn-out terechtkomt en ook een mindere kans is op depressies. Dus leer grenzen aangeven. Heel erg belangrijk bij hoofdstuk 1 van deze Koreaanse boeddhist. Leer grenzen aangeven in je leven en naar anderen toe. En nu komt een heel mooi stukje wat hij heeft opgeschreven. Dat is op bladzijde 21. Precies zoals je in een vliegtuig wordt verteld dat je eerst je eigen zuurstofmasker op moet zetten voordat je je kind helpt dat van hem op te zetten. Er is niets egoïstisch aan om eerst voor jezelf te zorgen. Alleen als jij gelukkig bent, ben je in staat de mensen om je heen gelukkig te maken. Zie je, en zo voorkom je dus als persoon een helperscomplex, een slachtofferscomplex. Dus zorg eerst goed voor jezelf en voel je daar niet schuldig over. Heel belangrijk dus om voor jezelf op te komen, grenzen aan te geven. En niet daar een egoïstisch karakter op te krijgen. En dat is wat vaak gebeurt, hè. Dan wordt er weer van de buitenwereld gezegd, oh wat egoïstisch dat je alleen maar met jezelf bezig bent. Terwijl die mensen geen idee hebben wat je allemaal voor de mensheid doet. Maar let daar dus op. Het is helemaal niet slecht om goed jezelf eens een keer te verwennen en ook jezelf aandacht te geven in het leven.
Volgende onderwerp, het ego. Daar heeft hij het even een klein stukje over. Belangrijk is in het volgende stuk wat hij beschrijft, is dat heel veel mensen zich beter voelen dan andere mensen. Je zult het vast wel eens een keer bij jezelf merken, dat je iets doet in op je werk, of je bent in de sportschool bezig, op apparaten, en je denkt bij jezelf van, hey, ik ben beter dan die ander. Ik doe mijn werk beter, of ik ben beter in het doen van mijn fitnessoefeningen. Ik ben knapper, ik ben dit. Al dat vergelijken tussen jou en anderen, daar is het ego verantwoordelijk voor. En dat ego zorgt juist voor ongeluk. En dat vergelijken met anderen zorgt voor ongeluk. En ik merkte bij mezelf vroeger ook, dan dacht ik van oké, ik heb niet echt een mooier lichaam dan die andere jongen, maar ik heb wel mijn PhD gehaald, dus daar overtref ik hem weer mee. Dat hele competitieve psychologisch complex bij jezelf, daar is het ego voor verantwoordelijk, want jouw ego is de natuurstaat, is de drang om te overheersen, is de drang tot competitie, en juist die drang zorgt voor ongeluk bij jezelf. Dat verstoort het spirituele proces en het verstoort het proces naar hogere bewustzijnsschalen. Dus probeer niet telkens te vergelijken met andere mensen. Want, hij zegt, een gevoel van superioriteit kan bestaan door een gevoel van minderwaardigheid. Dus als jij je beter voelt dan andere mensen, betekent dat bijna altijd dat daar een minderwaardigheidscomplex onder schuilt. Dus dat kan je dus herkennen bij mensen die zich overcompenseren, zich arrogant gedragen en zich beter voelen dan andere mensen. Die hebben vaak te maken met een minderwaardigheidscomplex. Dus dat kan je ook goed naar jezelf kijken. Heb jij een minderwaardigheidscomplex? Ben jij constant aan het vergelijken met de buurman die een mooiere auto heeft of een betere baan? Zit jij in die vergelijkingsmodus? Op het moment dat jij in die vergelijkingsmodus zit, zeg dan tegen jezelf, oké, daar is het ego voor verantwoordelijk. Dat zorgt voor niet voor spirituele groei. Dat zorgt voor geen verdergaande gelukslevels die je zou kunnen bereiken in jouw leven. Dat is dus het kopje over ego. Dus we hebben het gehad over grenzen aangeven. Heel belangrijk in het leven. Plus, let op het ego. Hè, wat dat kan veroorzaken in jouw leven. Dus die vergelijkingsmodus. Het constant vergelijken met jouw prestaties, met andermans prestaties. Ik ga nu een aantal quotes behandelen van hem, want het boek staat er vol van. En ik heb er een aantal uitgekozen die ik heel erg interessant vond om te benoemen, om jullie leven stelselmatig te verbeteren. Want daarvoor ben ik life coach geworden, om eigenlijk iedereen gelukkiger te maken in dit leven, want heel veel mensen zijn niet gelukkig. Een aantal vrienden van mij zijn ontzettend succesvol en hebben heel veel geld verdiend op jonge leeftijd. Maar nu komt het. Te jong succesvol zijn is een van de grootste gevaren in het leven. Klim niet hoger dan je kunt voordat je er klaar voor bent. Je zult er stap voor stap komen. Te jong succesvol zorgt ervoor dat je lui wordt. Op een gegeven moment zorgt ervoor dat je arrogant bent, zorgt ervoor dat je je verheven voelt, zorgt er kortom voor dat je niet per se ook gelukkiger wordt en dat je niet spiritueel kunt groeien. Dus pas op met te jong succesvol worden. En dat is een lastige, want het gebeurt. Je werkt er hard voor, dus geniet ook van het proces, maar wees bewust van de gevaren. Dat je alles al hebt, dat je hebt heel veel personen, zie ik, die heel snel succesvol zijn en die daarna alles al hebben en daarna eigenlijk heel erg ongelukkig worden of aan de drugs gaan of aan allerlei verleidingen en eigenlijk op een gegeven moment zelfs zelfmoord plegen of aan de drugs en alcohol gaan, omdat ze niet gelukkiger worden. Dus belangrijk om daar aandacht aan te geven. Dus pas op als je jong succesvol bent. En na een beproeving gaan we helder zien wat er in ons leven werkelijk belangrijk zit. We komen in ons leven allemaal met tegenslagen in aanraking. En die tegenslagen, die zijn belangrijk, want die zeggen het eigenlijk tegen ons van ja, je doet eigenlijk niet wat je zou moeten doen in het leven. Ziekte hoort niet bij het leven, depressie hoort niet bij het leven. Dat zijn allemaal spirituele aanwijzingen dat jij niet op jouw levenspad zit
op het juiste levenspad zit, dat jij iets anders moet gaan doen in het leven. Dus er zijn allemaal beproevingen in het leven en die beproevingen zul je alleen maar verder helpen in het leven. En die zorgen voor van hey, wat is er belangrijk in je leven? Wat zijn de basale behoeftes die je nodig hebt? En waar word jij nou als persoon heel erg gelukkig van? Dus na beproeving gaan we helder zien wat er in ons leven werkelijk belangrijk is. Ik denk dat dat ook een hele belangrijke levensles is van meneer Hamin Sumin. Het leven is niet wachten tot de storm voorbij is. Het is leren dansen in de regen. We wachten met z'n allen. We wachten tot die mooie baan. We wachten tot er iets gaat veranderen in ons leven. We zitten op die bank achter geraniums. Series te kijken, televisie te kijken. We hopen op verandering. Maar die gaat alleen maar komen als jij actie onderneemt. Als jij daadwerkelijk je eigen levenspad gaat volgen. Het juiste levenspad. Daadwerkelijk iets gaat ondernemen. Dat begint altijd heel klein en daarna kan het uitgroeien naar hogere hoogtes. Dus niet wachten tot de storm voorbij is, maar gewoon gaan leren dansen in de regen. Leer met tegenslagen omgaan en probeer daar zo doorheen te zwemmen. Dat is de les die hier achter zit. Een andere wijze les van de heer Sumin. Smeek niet om de aandacht van mensen. Wanneer je unieke kracht ontdekt en ontwikkelt, gaan ze automatisch aandacht schenken. Je bent prachtig, gedraag je niet als een bedelaar. Slijmen, likken, not done. Niet doen, niet naar boven slijmen en likken. Dat is echt een verafschuwing van je eigen innerlijke kracht. Ontdek je kracht, ontdek je unique selling point, de USP. En ontwikkel die en dan zullen mensen op een gegeven moment jouw aandacht gaan geven in plaats van dat jij per se aandacht nodig hebt van andere mensen. Dus aandacht trekken, naar boven likken in de verschillende organisaties waar je werkt, doe dat vooral niet. Vertrouw op je eigen kracht. Dat is de les die hieruit voortvloeit. Als je jezelf toestaat te beven, zal de wereld je nog harder laten beven. Wees als een rots die niet snel wordt geraakt door de complimenten of door de kritiek van anderen. Dit is ook wel heel erg vaak het geval bij onzekere mensen. Die zijn heel erg gevoelig voor complimenten. Als ze één keer een compliment hebben dan van de buitenwereld, zijn ze helemaal overtoeren en heel erg gelukkig. Als ze kritiek krijgen, dan zijn ze de hele dag ongelukkig. En als je een rots bent, als je sterk bent, als je je innerlijke kracht hebt ontwikkeld, dan zou je op een gegeven moment ook wat ongevoeliger worden voor complimenten. Dus wat ik merk de laatste tijd, ik krijg complimenten. Ik denk, oké, leuk. En dan ben ik even een kwartiertje blij en dan ga ik weer verder. En als ik iets negatiefs te horen krijg, dan geldt het voor hetzelfde liedje. Ik ben niet meer van slag. En dat is wat heel vaak nog mensen zijn. Die zijn heel vaak nog van slag, van complimenten of kritiek van andere mensen. Die kunnen daar heel erg mee zitten. Maar hij zegt juist, werk aan jezelf. Werk aan je eigen kracht en wees als een rots en wees niet dat je snel beeft of zo. En dat is wat vaak voorkomt in de psyche van de mens, is dat je op een gegeven moment boos wordt en alleen maar in die innerlijke emoties blijft zitten. En dat is iets wat je eigenlijk niet wil hebben. Je wil een rots blijven en niet constant die pieken en dalen over de dag hebben in je emoties. Je wilt veel meer stabieler worden en stabieler in het leven staan. Want dat zorgt eigenlijk voor meer intrinsiek geluk. Als je meer emotioneel stabiel wordt. In combinatie natuurlijk met meditatie en contemplatie, waar we het ook al heel vaak over gehad hebben. Dus emotionele stabiliteit is heel erg belangrijk voor gelukkig worden, gelukkig zijn. Volgende quote. Als de hemel wil dat je groeit, stuurt hij een rivaal die bekwamer is dan jij. En een betere achtergrond en een mooier karakter zelfs heeft. Terwijl jij met je rivaal wedijvert, ontdek je de verschillende vaardigheden die in je lagen te slapen. Misschien heb je je rivaal wel gehaat, maar als je achteraf terugkijkt, zie je hoeveel je in die tijd gegroeid bent.
en zul je hem waarschijnlijk dankbaar zijn. Dus heb uw vijand lief. Een hele belangrijk uitgangspunt ook in de Bijbel, maar ook volgens deze Koreaanse monnik. Heb uw vijand lief. Zoek mensen dus om je heen die beter zijn in kwaliteiten dan die jij hebt. Dus wees niet bang om met mensen om te gaan die beter in dingen zijn die jij doet. En dat zie ik ook heel vaak terugkomen. We gaan altijd maar om met mensen die minder goed zijn in dingen die jij doet. Omdat jij dat nodig hebt, omdat jij onzeker bent, omdat jij een onzekerheidscomplex hebt, zoek jij mensen uit die nog onzekerder zijn, nog ongelukkiger zijn, om ze te helpen, om daar weer energie in te steken. Omdat jij weer een onzekerheidscomplex hebt en dat veroorzaakt weer een slachtofferscomplex. Dus probeer ook met mensen om te gaan die boven jou staan, die beter zijn in schrijven, in lezen, of die prachtige literatuur hebben geschreven, of die beter zijn in sport. Dus zoek ook mensen op die beter zijn dan jij en zie die niet alleen maar als een concurrent, zie die niet alleen maar als een rivaal, maar probeer daar dus van wat van op te steken. Dat is de wijze les die deze Koreaanse monnik hier opschrijft. Durf om te gaan met mensen die beter zijn in bepaalde aspecten dan jij. Probeer daar dus van te leren. Jouw vijand is jouw beste vriend. Jouw dierlijke vijand eigenlijk, want ook hier speelt het ego weer een rol. Je ziet iemand als een vijand omdat jij bang bent om macht te verliezen. Dus het ego is ook hier weer verantwoordelijk voor. En juist dat principe wil jij vermijden en zie jouw vijand als jouw vriend waar je wat van kan leren. Dus dat is ook een heel belangrijk principe om gelukkiger te worden in het leven. Leg je hart, geest en ziel zelfs in de kleine daden. Dat is het geheim van succes. Kleine daden, wie het kleine niet eert, die het grote niet deert. Of andersom, ik weet niet precies, maar kleine dingen in het leven zijn dus veel belangrijker dan grote dingen. Geef je vrouw voor dit een klein boeket en ze is heel erg gelukkig en doet het maar 20 keer in plaats van een auto cadeau geven. Kleine dingen werken veel beter dan grote dingen. Het lijkt erop dat we de meeste kracht en wijsheid verwerven op de momenten in ons leven die het moeilijkst zijn. Later denken we terug aan die moeilijke tijden. Aan wat we toen hebben geleerd en hoe we er doorheen zijn gekomen. Dan beseffen we dat het een onbetaalbare ervaring voor ons is geweest. Dus leer, zie die moeilijke periodes in jouw leven als een leermoment. En dan wil ik gelijk doorzetten naar het volgende onderwerp. Zijn pieken en dalen in je leven. We hebben dus moeilijke momenten. Zie dat die als leermomenten in het leven. Maar dat zijn ook energize-gevers, noemt hij dat. Energiegevers, de dalen in jouw leven, die kan je positief benaderen. Die zeggen eigenlijk van je hebt niets voor niets een daal. En daal betekent eigenlijk dat jij energie bent aan het creëren voor de pieken. En dat is huge. Dit is een heel belangrijk principe in levenscycli die je kan doorlopen in het leven. Juist die dalen zijn dus eigenlijk energiegevers. Je gaat verdammen, ik zit in een negatieve periode in mijn leven. Maar juist om dat positief benaderen van, hey, jouw leven geeft jou die negativiteit. Dat zorgt juist voor kracht, energie, om te pieken in die pieken in jouw levenscycli. Dus dalen heb je nodig om te pieken. Zonder dalen geen pieken. Ander punt van dalen in jouw leven is, als jij op de piek zit, kan jij ook inzien wat het voor een ander betekent om in een daal te zitten. Je hebt dus meer inlevingsvermogen. Dus ook in dat opzicht kun je dalen in je leven positief kernschetsen. Het derde aspect is dat je niet arrogant wordt als je op een piek zit. Dat je niet je verheven voelt als je op een piek zit. Dan kan je altijd denken van oké, ik heb het ontzettend moeilijk gehad in een negatieve levenscycli die ik op dat moment had. Dus ook daar in dat opzicht zijn, kan je dalen in jouw levenscycli dus positief inzien. Dus een daal is een depressie of het gaat niet goed op je werk. Het zijn allemaal negatieve dingen. Kan je positief beschouwen. Want het zorgt voor energie voor jouw pieken. Het zorgt ervoor dat je niet arrogant wordt, verheven voelt als je op de piek zit. En het derde is dat het energie oplevert
voor de pieken die er gaan komen. En dat je als laatste inzicht krijgt in de personen die het moeilijk hebben op deze wereld. Dus je krijgt meer gevoel voor inlevingsvermogen. Gaan we naar pagina 86. Het gaat over stress in de samenleving. Ga 10 minuten vroeger van huis als je ergens naartoe moet. Dan ben je niet zo gehaast en dan kun je van de wandeling werkelijk genieten. En dat is natuurlijk wat er heel vaak gebeurt. Mensen gaan echt klokken en op het laatste moment een vergadering binnenkomen. Of mensen gaan gestrest in die file staan. Sta gewoon een half uurtje eerder op. Of ga gewoon een half uurtje eerder naar bed. Of probeer een kwartiertje van tevoren ergens gewoon te zijn. Alles gaat zoveel relaxer. Je zal zien dat je je veel beter kan beheersen, veel minder stress hebt en veel beter presteert ook in die vergadering als je er niet hals over kop binnenwandelt. Dus probeer op tijd te zijn. Probeer het allemaal rustiger aan te doen. Dat is de tip die ik geef. Als ik zelf hier in Amsterdam ben, dan zie ik mensen om 5 uur echt racen naar huis toe op die fiets. En dan denk ik van jongens, wees eens relaxed, wees eens rustig. Dus ook hier een belangrijke tip, gewoon heel praktisch, ga 10 minuten eerder van huis als je ergens naartoe, als je ergens naartoe wilt gaan. Als we te veel bezittingen hebben, zijn we er niet meer eigenaar van. Maar bezitten we de voorwerpen ons? Een schone ruimte waarin alles netjes en opgeruimd is, is de grootst mogelijkste luxe en brengt onze geest tot rust. Dus zorg ervoor dat je huis schoon is. Dus ik heb nu een heel mooi patroon. Is dat ik eigenlijk elke ochtend een kwartiertje schoonmaak. Dus ik pak een gedeelte van mijn woning. En die maak ik dan schoon. Dus de ene keer de vloer, dan een keer het welwerk. Dus dan zorg dat eigenlijk mijn huis is altijd schoon. Mijn huis is altijd spik en span. Is altijd opgeruimd. En eens in zoveel tijd gooi ik ook nutteloze voorwerpen weg. Die ik nooit meer gebruik. Dus dat is ook belangrijk, het weggooien van dingen, het durven weg te gooien van dingen die je niet gebruikt. Dus ook, heeft ook met geestelijke rust te maken, heeft ook met geestelijke vrijheid te maken om dingen te durven weg te doen. Dus dingen die ik niet meer gebruik, gooi ik gewoon weg. En ik zorg dat het schoon is in huis en ik zorg dat ik niet te veel bezittingen heb. Dat is een luxe leven, weinig ballast, een lage huur. Dat is ook nog een aspect wat belangrijk is in dit plaatje. Mijn koelkast is niet al te vol. Ik probeer niet te veel dingen in huis te hebben. Niet te veel snoepgoed, niet te veel slechte dingen ook. Dan neem je het ook niet. Dus dat is ook een belangrijke een tip die je kan helpen om je leven weer verder te helpen. Dus probeer te zorgen voor schone ruimte. En probeer ook te zorgen dat je niet te veel bezittingen hebt in je woning. Dus gooi al die troep weg die je niet gebruikt. Zoek het geluk niet in financieel of zakelijk succes, maar door tijd door te brengen met vrienden en geliefden. Dat is het sociale component van ons leven. Dat vergeten we nog ontzettend vaak. We kijken heel erg naar financieel en zakelijk succes. En dan verdienen we ontzettend veel geld en dan gaan we met ons geliefde bijvoorbeeld op vakantie, een hele dure vakantie naar de Malediven. En daar geven we ontzettend veel geld aan uit. Maar we kunnen dat geld ook investeren in vrije tijd. En in die vrije tijd kan je ook weer sociale dingen doen met mensen. Dus wat ik heel vaak merk, is dat mensen sociaal contact hebben. En dat zorgt voor depressies, slechte gevoelens, minderwaardigheidscomplexen, onzekerheden. Dus sociale omgang met mensen is essentieel om gelukkig te zijn. Dus investeer gewoon eens een keer geld daarin. Maak meer ruimte voor vrije tijd. Met die vrije tijd kan je hele mooie dingen doen. Dus dat is eigenlijk de volgende tip die jij hier geeft. Investeer je geld in vrije tijd en gebruik die vrije tijd voor sociale omgang met andere mensen. Gaan we naar de volgende life coaching tip. Ik vind dat iedereen rijk en beroemd moet worden. Dit is van Jim Carrey, heeft hij gebruikt deze quote. En ik vond hem wel heel erg leuk om te behandelen. Ik vind dat iedereen rijk en beroemd moet worden en alles moet doen waar hij altijd van heeft gedroomd. Dus volg je passie. Zodat hij kan inzien dat dat niet het antwoord is. Dus ook die mensen die zo rijk zijn, die zwemmen in het geld,
die zijn meestal ook niet gelukkig. Dus zie daar ook niet het geluk in, hè? Dus dat is een belangrijke quote. Ik ben eens naar een verfijnd nieuw café bij mij in de buurt gegaan. Ik wilde een stuk taart bestellen dat er heerlijk uitzag. Maar toen ik hoorde hoe duur het was, heb ik alleen thee besteld. De rest van de dag kon ik die taart maar niet vergeten. 2 dagen later was ik hem nog steeds niet vergeten. En dus ging ik terug naar het café, kocht een stuk taart en at het op. Het was heerlijk, maar niet overheerlijk. Datzelfde gevoel moet zijn dat iemand heeft wanneer hij de Nobelprijs wint of president van een land wordt. En dat is wel een mooie link, hè? Het kopen van een taart en daarnaar smachten. Als je het eerst niet koopt, maar daarna wel. Dus de ring is altijd heel erg mooi, hè? Het vooruitzicht, maar als je uiteindelijk de Nobelprijs wint of je bent president geworden, dan valt het allemaal vies tegen. Dus zie ook daar niet het plezier in. Maar ik vond het wel een mooie link tussen een taart en minister-president woorden. Ik wilde het heel niet hebben over dit stuk over hartchakra, meditatie en contemplatie. Daar heb ik al ontzettend veel video's over gemaakt. Maar gewoon meer praktische life coach tips geven. Dan heeft hij nog even over mindfulness. Hij zegt van ja, kan je in je leven toepassen, maar probeer het ook gewoon in de dingen te doen. Dagelijkse dingen, dus wandelen, praten, ademhalen. Probeer het ook vooral bij mindfulness mee te doen. Ik ben nu heel erg best wel onrustig. Ik ben niet in de zijnstaat. Dat kan ik nu op dit moment niet opbrengen. Maar probeer ook gewoon de dagelijkse dingen in rust en beheersing te doen. En aandacht te focussen op je hartchakra. En dat over te brengen op de mensen om jou heen. Op pagina 213 nog een mooie quote. Als we aan onze spirituele reis beginnen, verlaten we ons huis op zoek naar iets prachtigs. Alleen maar om te beseffen dat we zo lang hebben gezocht naar iets dat steeds binnen ons is geweest. Dus ook hier zegt hij: het centrum zit in onszelf, God zit in onszelf, Buddha Nature zit in onszelf. Onze spirituele reis daar, Thailand of allemaal reizen, allemaal leuk en aardig, maar het zit in onszelf. En dat is wat hij ook hier beschrijft in deze vers. We hoeven er niet constant maar naar te zoeken met allerlei activiteiten en meditatiesessies en omringende dingen en allerlei cursussen die we kunnen doen. Maar het is gewoon uiteindelijk heel simpel. Het is naar binnen gaan en dat punt hier ontdekken en daarop focussen. En dan gaat het vlammen, dan voel je dat en dan ben je zo ontzettend gelukkig als je dit punt vindt. En wat er de laatste tijd bij mij gebeurt, is dat het echt warm wordt. Dat ik zo'n vredig gevoel hier heb zitten. En dat zorgt voor effortless en relaxed leven eigenlijk. En dat is eigenlijk heel erg fijn als je dat punt weet te bereiken en constant daarin te zijn. Dus juist die contemplatieve levenswijze, die levensstijl, die proberen vol te houden. Dat is eigenlijk wat hij hier zegt. Het zit gewoon in onszelf, het zit in onze kern. En als we dat onder controle hebben, dan gaan wij floreren en dan gaan wij naar hogere bewustzijnslevels toewerken. Ja, dat is natuurlijk moeilijk voor een normale man om dat te begrijpen en dat te doen. Dus hij heeft een heel praktisch boek geschreven. Hij heeft er ook veel exemplaren voor hem verkocht wereldwijd. Een paar miljoen volgens mij. Maar dat is de kern natuurlijk, dat je dat punt vindt en daar naar handelt, naar dat centrum toe handelt. Dan ga je inderdaad stijgen naar conscious level 600, wat uiteindelijk de peace level is. En daar wil je eigenlijk zitten. Van daaruit ga je naar de verlichting toe werken. En dat is jammer dat dat niet erg wordt behandeld in het boek, maar ik snap ook wel dat je mensen moet meekrijgen in je verhaal en wat meer praktische tips ook wil meegeven. En dat heeft hij volgens mij goed in het boek gedaan. Nog de laatste life coach tip die ik wil geven. De manier om te voorkomen dat je slaaf wordt van mensen die macht hebben, beroemd of rijk zijn, is dat je gelukkig bent met je leven.
Als je niets meer van die mensen nodig hebt, kun je de mensen die je ontmoet altijd met vertrouwen en waardigheid tegemoet treden. Als je iets van hen wilt, word je een slaaf. Dus ook hier, autonomie. En dat is moeilijk, hè? Soms wil je gewoon iets van iemand hebben. Kennis of een leuk gesprek met iemand of seksuele behoeftes. Soms wil je iets van iemand hebben en dat is zo ontzettend moeilijk om dat los te laten. Dat is zo, je wil soms ook een baan hebben, hè? Als je solliciteert, dan wil je een baan hebben. Maar het is zo moeilijk die trade-off tussen een wens hebben en dat ook weer loslaten. En dat niet vastgrijpen als een soort ring. En dat is een van de moeilijkste dingen die er zijn in het leven. Niet de ring pakken, maar ook het kunnen loslaten van alle behoeftes die er zijn. Van alle wensen die je hebt, van alle neigingen die je hebt in het leven. En dat is een van de belangrijkste trade-offs in het leven. Hoe je daarmee om kan gaan. Dus word geen slaaf van andere mensen. Autonoom karakter ontwikkelen. Zelfstandigheid. Ook hier een belangrijke levensles van de heer Hamin Sumin. Hij heeft ook nog een ander boek geschreven. En die zal ik te zijn tijd ook nog wel een keer lezen en daar een video over maken. Maar voor nu is het genoeg. Ik hoop dat ik jullie heel veel tips heb gegeven. Weer life coaching tips, weer spiritual tips om gelukkiger te worden in het leven. Door te groeien, door te stoten naar hogere consciousness schalen en dat hopelijk ook met een mooi schoon huis met weinig toeters en bellen, waardoor je optimaal kunt floreren in het leven. Bedankt voor het kijken en tot de volgende boekbespreking.